Data is the most valuable asset on Earth. Netflix-documentaire The Great Hack over misbruik van data is een inspiratie voor Sanders' boek De Macht van K. Als een nieuw verworven mantra herhaal ik het zinnetje in gedachten. Eerst de deur links, dan rechts en 10 meter verderop weer links. Het verhaal gaat over de jonge Tim Turner, die bij een IT-bedrijf in Washington gaat werken en daar een megasalaris en een mooi appartement vlakbij het Witte Huis krijgt. En dan ontmoet hij iemand die contact met hem opneemt eigenlijk, die noemt zichzelf de vriend. En die zegt van, ja, wat er gebeurt, dat klopt niet. Dat moet je moet op onderzoek uitgaan. En dat doet hij. En hij komt er inderdaad achter dat al die mooie beloften en dergelijke, dat die natuurlijk ook een prijs hebben. Hij vlucht uiteindelijk uit Washington en komt in Den Haag terecht. Het is een thriller met waar gebeurde feiten, maar het is van begin tot eind bedacht. Ook de locaties in Washington en in Den Haag. Je kunt echt jaren terug in de tijd gaan en precies zien wat er op de hoek van een straat te zien is. En of dat gebouw wat er nu staat, of dat er toen ook nog stond of al stond. En Den Haag zijn alle locaties die in het boek voorkomen. Daar zou je kunnen denken, oh, ik weet denk ik wel waar het is. Maar het is het niet. Want dat heb ik allemaal wel bedacht. Vorig jaar won Samantha Stroombergen, die ook uit de Bollestreek komt, de Gouden Strop met het boek De Witte Kamer. Sander is blij met de nominatie. Ja, misschien wel het soort ultiem bewijs dat je iets hebt gemaakt wat goed genoeg is. Ik heb heel veel goede reacties gekregen. Boekhandelaren die heel erg enthousiast zijn over het verhaal. Maar dat een jury uiteindelijk uit, ik geloof, bijna 80 boeken, 5 boeken kiest en daar zit jouw boek tussen. Dat is wel een soort van, ja, daar ben ik wel heel trots op.